Hey there, welcome to another episode of Music Express. My name is Twan, and in this week's vlog I'm going to show you the interview that I did with Jerry Beke, who's a big fan of the late Peter Slaghuis, aka Het House, who you might know from his track Jack to the Sound of the Underground. I recorded the interview in Dutch, so make sure to turn on the subtitles for the English translation. Enjoy! Peter Slaghuis was one of the pioneers of house music and sampling in the Netherlands. He was born on August 21, 1961 in Rijswijk. In the early 80s, he released some bootleg mixes called Disco Breaks, some unofficial releases of mega mixes he made of disco and funk tracks. In later editions of Disco Breaks, he started to use more Italo house and house tracks as well. Around the same time, he was also making remixes, especially from older tracks. Record companies asked him to remix some of these old tracks so they could be played in the clubs as well. In 1984, he started the Italo house act Video Kids. Their single Woodpeckers from Space became a number one hit in Spain and Norway. In the meantime, around 1986-1987, the first house records made their way to the Netherlands. Peter was DJing in a club in Rotterdam called Bloutique Inn, and he was one of the first DJs in the Netherlands that played house music. In his little studio at his parents' place, he was also busy with producing house tracks. As an alias, he picked the name Het House, which is a translation of his last name Slaghuis. Slag means hit, and huis means house. So, Het House. In 1988, the Het House track Jack to the Sound of the Underground came out, an acid house track based on a lot of samples. The track reached the number 8 position of the UK singles chart, and after that it became a hit in almost every European country, except in Peter's own country, the Netherlands, where it only reached the number 22 position of the charts. The follow-up track Move Your Feet to the Rhythm of the Beat came out in 1989, and that one was very successful as well. With the money he earned from both singles, he built a new studio and he started his own label, Het House Records. Producers such as Ferry Korsten, Paul Elstak, Michel de Heij and Jochem Paap, aka Speedy J, released some of their first records on the label. Peter was also part of Holy Noise, together with Richard van Namen, Paul Elstak and Rob Fabri. In 1991, they had a hit with James Brown Is Still Alive, which came out as an answer to the LA style hit James Brown Is Dead. On September 5, 1991, Peter Slaghuis died in a car crash when he was on his way home to Appeltern after a DJ gig in Amsterdam. He was only 30 years old. For this week's vlog, I met up with Peter Slaghuis fan Jerry Beke in Jerry's home studio to talk about Peter and especially the track Jack to the Sound of the Underground, because that one came out exactly 30 years ago. Once again, the interview was done in Dutch, so make sure to turn on the subtitles in the video for the English translation. Jerry, wat was de eerste track of remix van Peter Slaghuis die je ooit hoorde? Ja, dat was toch wel de Disco Break serie, de illegale bootleg mixers. Ja, die hoorde ik op de radio en toen ben ik gaan zoeken, zeg maar, waar ik dat kon vinden, waar ik dat kon kopen. Nou, dan was er een platenzaak, Hot Sound, en die verkocht die platen. En toen kwam ik erachter dat Peter Slaghuis, zeg maar, de mixer van die mixer was. Hoe zou je de stijl van Peter Slaghuis omschrijven? Peter was meer een freak, zeg maar. Je had in die tijd had je, zeg maar, twee topmixers, mastermixers, Ben Liebrand en Peter Slaghuis. En Ben was meer, zeg maar, de nerd. Bij Ben moest alles perfect klinken, hè? Dus tonaal, was geen achtergrondruis, niks. Hè? Dat moest helemaal clean zijn. Was wel goed hoor, daar gaat het niet om. Maar bij Slaghuis, die interesseerde dat helemaal niet. Die ging echt voor, die moest gewoon zijn ei kwijt. En dat was bij hem frieken. En of dat nou, of er nou ruis op de tape stond, of, want nog even terug te komen op die Disco Breaks. Hij nam gewoon zijn mixen, nam die op al banden die al een keer gebruikt waren. Dus hij deed gewoon een overdub. En dan hoorde je op het eind hoor je nog gewoon een stuk oude plaat of een stuk oude mix hoor je gewoon nog voorbij komen. En dat is het grote verschil, zeg maar, tussen Ben en Peter. Dus Peter was gewoon een freak, die leefde voor de muziek.
Peter was ook meer van het sample gebruik, toch? Ja, van het sample gebruik. Want hij was ook een van de eerste die zeg maar met archive samplers werkte. Vanaf de S700 tot de S59 en later, dat waren dus de mono samplers nog. Later werden dat stereo samplers. En om een voorbeeld te geven, dus weer even het verschil tussen Ben en Peter, is je hoort ook bij verschillende mixen dat als Peter zijn sampler gebruikte, dat was mono gesampled, dat hoor je ook in de remix, zeg maar. Ja, je hoorde wanneer die knipte in in de plaat, zeg maar, dus dat wat stereo was, of wat hij speelde met de sampler. Dat was dan weer mono. Een van Peters eerste hits was ergens begin jaren 80, de Video Kids en Woodpeckers from Space. Die plaat werd nummer 1 in landen zoals Spanje en Noorwegen. Was het Peters eerste nummer 1 hit ooit? Volgens mij wel, ja. Alleen, het is wel een soort Milli Vanilli act. Hij zong zelf niet en het meisje zong ook niet. Ze hebben die groep hebben ze laten ontstaan naar aanleiding van het zoontje van de platenbaas. Die was helemaal gek van Woody Woodpecker en die vroeg aan zijn vader van, kan je daar niet een plaat voor maken? Hè? Ik wil daar muziek bij. Nou, zo is dat dus ontstaan. En voor dat groepje zochten ze dus iemand die er goed uitzag. Een man en een vrouw. En zo is die act, zeg maar, ontstaan. In die tijd was Peter ook actief als DJ in een club in Rotterdam met de naam Bluetique Inn. Kun je hier iets meer over vertellen? Dat was een hele gave periode. Dat was de jaren 80. Ik ging daar 3 keer in de week naartoe. Donderdagavond had je artiesten, zeg maar, en dan vrijdag en zaterdag gewoon de normale stapavonden. En daar draaide Peter al zijn eigen remixen, zeg maar, die probeerde die daar als eerste uit. En dan keek of de dansvloer vol bleef of niet. En in die tijd heb ik heel wat nieuwe dingen voorbij horen komen die nog helemaal niet uit waren. En die later weer uitgebracht werden. Zo heb je bijvoorbeeld Jack to the Sound, die heb ik daar helemaal horen ontstaan, zeg maar. Hij had allerlei versies. Dan de ene week probeerde hij die en dan de week daarna komt weer een nieuwe versie. En zo groeide dat, zeg maar. Peter was dus een van de eerste DJ's die housemuziek draaide. Ja. Maar ik heb begrepen dat het in het begin niet heel erg aansloeg bij het publiek. Nee, de eerste house was de Chicago house sound, zeg maar. Dat snapten de mensen niet. Dus dat werd laat op de avond gedraaid, zodat de discotheek lekker vroeg leeg liep en dan konden die gasten eerder naar huis. Maar dat was echt heel apart. Niemand snapte dat. En op een gegeven moment gingen de mensen het toch waarderen en bleef de tent gewoon vol. En toen werd het echt een hele hype, zeg maar. Dus dat was wel, het was eigenlijk een beetje, hoe noem je dat? Het was een soort battle tussen Amsterdam en Rotterdam. Waar als eerste die sound gedraaid werd. In Amsterdam zeggen ze in Amsterdam en wij in Rotterdam zeggen in Rotterdam. Maar volgens mij was het toch echt Rotterdam. Ja. Natuurlijk. In 1988, nu 30 jaar geleden, kwam Jack to the Sound of the Underground uit. Je noemde hem net al even. Deze track kwam uit onder de naam Hit House en er zaten heel veel samples van andere platen in. Onder andere van Fast Eddie met Jack to the Sound of the Underground. En ook Kelly Charles met You're No Good For Me. You're no good for me, I don't need nobody, don't need no one, that's no good for me. En die vocal werd in 1994 nog een keer gebruikt door de Prodigy, namelijk in No Good Start the Dance. Jack to the Sound of the Underground werd een grote hit en hij kwam zelfs op de nummer 14 positie van de UK Singles Chart. Er zijn wereldwijd ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Wat kun je nog meer over deze track vertellen? Ja, die track zat vol met samples. Dat was één grote samplebak, zeg maar. Aan alle kanten werden samples gestolen, zeg maar, om die track te maken. Om even terug te komen naar Amsterdam, Eddie Leclerc, die heeft een keer gezegd, dit is kermishouse. Die voelt het helemaal niks. Door al die samples moest hij hoop royalties afstaan natuurlijk. Want vooral de sample Jack to the Sound, die ging naar Fast Eddie. Daar is het origineel van. En wat je net al zei, Kelly Charles heeft natuurlijk het vocaltje van You're No Good For Me
was die al kwijt. En ja, maar het zit echt vol met samples. Het is gewoon één sample. Dus hij is er financieel niet veel beter van geworden? Nou, hij heeft er wel geld aan overgehouden, dat wel. Want er zijn er natuurlijk zoveel van verkocht. Maar ik denk als het een minder grote hit zou zijn, dan zou hij misschien hetzelfde eraan over hebben gehouden. Omdat dan de slapende honden niet wakker gemaakt werden. Vroeger kon je samplen wat je wilde. Als het een hit werd, dan kwamen ze ineens aan de deur kloppen. Heb je een idee wat voor apparatuur hij heeft gebruikt voor deze track? Voor Direct to the Sound? Ja, dat was in ieder geval waar hij helemaal gek mee was. Dat was een Akai sampler, diverse. Dat is een serie geweest die liep van een S700 tot een S1100, zeg maar, in die tijd. De 7 tot en met 59, dat waren monosamplers. En vanaf een S1000 werd het stereo, zeg maar. Maar hij heeft al de hele reeks heeft hij gebruikt. Maar ook een MPC, dat is ook een soort sampler. Wat had hij nog meer? Roland drumcomputer, een 909, was ook heel bekend in die productie. Wat zat er nog meer in? Ja, voornamelijk de samples. En dus een Akai sampler en die Roland drumcomputer, daar staat hij wel mee. Ja. Ik heb begrepen dat je zelf ook wat oude apparatuur van Peter in je collectie hebt. Wat is hiervan je favoriete item? Nou, dat is die Sony F1. Dat is een apparaat die, zeg maar, in combinatie met een Betamax videorecorder. Dat was de voorloper van de DAT recorder, dus de digitale audio. Je nam, zeg maar, het audiospoor, of het audiogedeelte nam je op de videosporen van de Betamax band. Die was breder als het audiodeel, dus die kon er meer op kwijt, dus de kwaliteit was beter. En die Sony F1 die zette dat om in digitale audio. Dat is een heel uniek apparaat. Er zijn er maar heel weinig van nog. Ben Liebrand heeft er toevallig een. Toen ik hem kreeg van zijn ouders, toen heb ik Ben nog gebeld van joh, hoe moet ik dat aansluiten? Want ik heb ook die oude mastertapes. En ik wil weten, moet ik een stereo videorecorder hebben? Nou ja, Ben zei nee, dat hoeft niet. Want het audio gedeelte staat op het videospoor. Dus het kan gewoon een mono recorder zijn. Dat is eigenlijk het enige wat ik van Slaghuis en Apparatuur heb. Ik heb wel zijn hele sample collectie op floppies. Vroeger die Akai samplers, die werkten met floppies. Ja, die laad je dan in je hardware sampler. En dan gaat er een wereld open. Dan zit er onder elke toets voor je toetsenbord, zoals hij het heeft ingesteld, komen die samples naar boven. Ja, dat is echt heel cool. Ja, dat is echt, ik weet nog wel, ik was een keer bij zijn ouders. En dat was nog niet echt de tijd dat iedereen computers had, zeg maar. En toen kwam zijn moeder ineens van zolder met een hele grote doos. En ze laat die doos zo zien aan mij en ze zegt van, jij hebt toch een computer? Ik zei, ja, ik heb een computer. Ze zegt, ja, nou, wij niet. Ze zegt, maar ik heb hier een doos met allemaal floppies en die zijn voor in de computer. Misschien heb jij er wat aan. Dus ik doe die doos open en ik kijk zo. En ik zie dus gewoon, hè, ik pak een floppy, Jack to the Sound. Ik pak een floppy, Move Your Feet. Ik pak een floppy, New Shoes, I Can't Wait. Ik zeg, weet u wel wat dat is? Ja, zegt ze, dat zijn computerfloppies. Ik zeg, nee, dat is een sample library van zijn Akai samplers. Dit is echt een uniek stukje historie wat hier in deze doos zit. Ze zegt, nou ja, jij mag ze hebben. Jij hebt vast wel een sampler thuis, dus jij kan ze afspelen. Ik zeg, ja, dat ga ik zeker doen. En toen zei ze, maar je mag ze nooit meer wegdoen. Ik zei, nee, dat doe ik ook niet. Je hebt zelf ook een versie van Jack to the Sound of the Underground gemaakt, samen met Koen Groeneveld en Arie van der Zwan, die we beter kennen als onder andere de Clubheads. Deze versie kwam uit in 2012 via Spinning Records. Hoe kwam deze versie tot stand? Dat was eigenlijk zo grappig. Ik was bezig met een documentaire te maken over Koen en Arie. Dus ook net als jij interviewt je. En dus na een paar keer hun bezoeken, zei ik van joh, wat me nou een eer lijkt, is als ik met jullie Jack to the Sound mag remixen. Zo is het eigenlijk gekomen. Dus niemand heeft ervoor betaald gekregen. Ik zeg, dit is eigenlijk wat ik wil. Ik wil gewoon, na zoveel jaar wil ik gewoon dat wij een nieuwe versie maken van Jack to the Sound. Ik wil niks voor hebben. En dus zo geschiet eigenlijk. Dus ik heb met Adi in de studio gezeten. Destijds nog in Vlaardingen was dat.
En Koen heeft daar weer een remix van gemaakt in zijn eigen studio, want toen zaten ze al niet meer samen. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Ik heb hun gevraagd van, ik zou het een eer vinden als ik met jullie die remix mag maken. Daar was vast Eddie vast ook weer blij mee. Die heeft wel, we hebben hem wel via Twitter hebben we een berichtje gestuurd en die heeft hem wel gereplied gewoon. Ja, hij vond het wel leuk. Samen met Richard van Namen, Paul Elstak en Rob Fabri zat Peter ook in de act Holy Noise. Kun je hier nog wat meer over vertellen? Dat was in de tijd in Appeltern, toen Peter in Appeltern woonde en daar ze ook zijn studio had. Toen hebben ze volgens mij in Appeltern hebben ze ook een heleboel Holy Noise tracks. En dat was wel rond zijn overlijden. Want volgens mij is zelfs na zijn begrafenis zelfs zijn die jongens nog naar de studio gegaan. Omdat die plaat moest af. En de platenmaatschappij die zat te wachten op een track. En ja, die lag natuurlijk in de studio van Peter. Alle benodigdheden. Wat is jouw persoonlijke favoriete productie of remix van Peter? Er zijn er wel een hoop hoor. Tenminste een hoop. Samplifications van Wise Guys, zeg maar. Dus die melodielijn vind ik heel erg gaaf gespeeld. Want het mooie was ook aan Slaghuis. Hij haalde samples uit platen, ook bijvoorbeeld met Jack to the Sound, er zitten heel veel samples in, dat schiet me nu ineens weer te binnen. Hij haalde samples uit platen die ook helemaal geen hit waren. En daar creëerde hij dus iets unieks mee. Dus of een hit of iets heel bijzonders, zeg maar. Dus dat het echt opviel. En dat vond ik dus zo knap aan Slaghuis. Ik heb gehoord dat er ook een heel mooi verhaal is over de remix die Peter heeft gedaan voor I Can't Wait van New Shoes. Ja, dat is echt een verhaal apart. Ik bedoel, hij vond het echt een vreselijk slechte plaat, het origineel. En hij woonde toen nog thuis. En zijn moeder werd helemaal gek van de telefoon van de platenmaatschappij van New Shoes. Die belde van, we willen dat Peter daar een remix van maakt. Maar ja, Peter had er helemaal geen zin in. Dus dat werd iedere keer afgeschreven, maar ze bleven maar bellen. Dus op een gegeven moment zei zijn moeder van, tegen Peter van, joh, nu ga je dat zelf regelen. Of je zegt nee, of je doet het en we zijn er klaar mee. Dus toen met horten en stoten zei, nou dan doe ik het wel even. Dus toen ging zijn studiootje in. En anderhalf uur later kwam hij naar beneden met het datje of met het bandje. Ik weet niet precies, het was 86 zo'n beetje, 86. Toen zei hij van, nou stuur dit maar op en daar moeten ze het mee doen. Nou, dus op een gegeven moment ging de telefoon weer. Ja hoor, ze waren tevreden. En de vraag werd gesteld, wat wil je ervoor hebben? Hij kon kiezen tussen een vast bedrag, $500, of remix royalties. Nou, hij vond het zelf toch niet zo bijzonder, ook zijn eigen remix niet. Dus hij zei, nou geef mij die 500, dan zijn we er maar vanaf, weet je wel. Ja, werd er nummer 1 uit. Zijn er nog tracks of remixen van Peter die nog nooit gereleased zijn, dat je weet? Ja, ik heb dus naast zijn sample library, heb ik van zijn ouders ook mastertapes gekregen. En dus dat zijn die DAT tapes en die Betamax banden. En daar stonden diverse dingen op die ik nog nooit eerder gehoord had. En nagezocht heb of dat ooit is uitgebracht, maar dat was ook niet het geval. Ja, maar er zitten ook geen tracktitels aan of zo. Het zijn allemaal ID-nummer, huppelepup, zoals we het nu zo mooi doen. Dus daar kan ik, ja, er zijn wel een heleboel dingen die nooit zijn uitgebracht, maar hoe ze heten, dat weet ik ook niet. Maar ik heb ze in ieder geval wel. Alright, that was it, this week's vlog, my interview with Jerry Beke about Peter Slaghuis, aka Hithouse. Thank you Jerry for your time, much appreciated, and thank you for watching, I hope you enjoyed it. If you did, make sure to give this video a like, leave a comment in the comment section below, and if you didn't already, make sure to subscribe. Once again, thanks for watching, and until next time, bye bye! The sound of the underground.